Hoi, ik ben Mirjam en deze week is het Poëzieweek. En daarom gaan wij vandaag rijmen. En weet je wat een rijm is? Rijmen zijn twee woorden die goed bij elkaar passen. En dat zijn rijmvriendjes. Ik heb een aantal voorbeelden. Kijk, dit is een kaart. Weet jullie wat er op kaarten rijmt? Denk maar eens goed na. Hadden jullie deze ook bedacht? Paard. Kaart en paard, dat zijn rijmvriendjes van elkaar. En dan hebben we kast. Wat rijmt er op kast? Kwast. Dan heb ik er nog eentje voor jullie. Wat rijmt er op zak? Hadden jullie deze ook bedacht? Dak. En wist je dat in heel veel boeken ook in rijm wordt verteld? Dit is bijvoorbeeld Het Woordenwinkeltje van Marianne Busser en Ron Schreuder. En daar zitten ook allemaal rijmvriendjes in. Dus ik ga nu een stukje voorlezen en ik ben benieuwd of jullie de rijmvriendjes zelf kunnen horen en vinden. Een kleine jongen met een petje is Lisa's eerste klant vandaag. Lachend loopt hij naar de toonbank en zegt, dag, ik heb een vraag. Ik zou briefjes willen schrijven, maar ja, hoe doe je dat? Nou, zei Lisa, moet je kijken, misschien is dit wel wat. Je kunt elke keer beginnen met, ik vind je, in je brief. En daarna kies je een woordje, leuk, of raar, of mooi, of lief. En, hebben jullie de rijmvriendjes gehoord? Ik zal ze nog even een keer benoemen. Vandaag vraag, dat, wat, brief en lief. Nou, vandaag gaan wij dus ook rijmen en we gaan ook rijmvriendjes zoeken. Ik heb een koffertje meegenomen en daar heb ik een aantal dingen in zitten. En ik ga kijken of jullie goed kunnen rijmen. Wat zal erin zitten? Eerste is een banaan. Weet je rijmvriendjes te vinden op het woord banaan? Denk er maar over na. En ik heb hier twee voorbeelden. Had je aan deze gedacht? De haan en de maan. Dat rijmt op banaan. Ik ga er nog eentje doen. Het zal erin zitten. Een sok. Wat rijmt er op sok? Had je aan deze twee gedacht? Sok rijmt kok en een klok bijvoorbeeld. Heb ik er nog meer in zitten? Een mes. Wat rijmt er op mes? Denk maar na. Hadden jullie gedacht aan mes 6 en fles? Nu de laatste. Dit is een auto. Daar hoef je niet op te rijmen, want die is vrij moeilijk. Wat voor kleur heeft de auto? Rood. Wat rijmt er op rood? Hadden jullie deze ook bedacht? Noot en boot. Nou, wat hebben jullie hartstikke goed gerijmd vandaag? Misschien is het leuk om nog een keer met papa en mama nog een keer rijmvriendjes te zoeken. En die kan je eens ook tekenen. Ga ik nu nog een stukje voorlezen uit het boek. En luisteren jullie weer goed waar de rijmvriendjes zijn? Maar je kunt ook heel makkelijk beginnen met ik hou. En daarna kies je woorden zoals van voetbal of van jou. Van spekkies of van appels, van taartjes of van drop. Van papa of van mama. Alles kan, het houdt niet op.